Zakaj tako rade prihajate na likovno kolonijo v hotel Izola? Warum kommt ihr so graag naar het Likona Kolonia in Hotel Isola? Omdat ik hier veel kan leren. Zodat ik ze lekker veel kan. Als men een langdurige schilderscarrière heeft, dan moet altijd op voorbereid zijn dat men nog iets kan leren. Kljub temu, dat je dolgo časa riše, še vedno sem prepričan, dat ze lekker veel kan. En met een goede mentor als Oscar Sovins, hier bij deze Likona Kolonia, is er altijd wat te leren. Bovendien leer ik altijd van wat de collega's doen. In z dobrim mentorem, kot je gospod Oscar Sovins, vem, da se bom vedno lahko naučil. In poleg tega se učim od svojih kolegov slikarjev. Ja, to je zelo važno. In kaj ste se naučili? En wat heeft u geleerd? Het is heel moeilijk om het precies te uiten, maar schildertechnisch leer ik elke keer weer iets bij. Hoe een schilderij op te zetten, waar te beginnen. Is een belangrijke opgave bij het maken van elke schilderij. En daar leer ik elke keer weer wat van. Odgovor na prvo vprašanje sicer ni lahko, ampak eno stvar lahko povem, kar se tiče tehnični pristop do risanja, se lahko marsičesa naučim. In tudi sedaj imam občutek, da sem izboljšal svojo tehniko slikanja. En ook wat kleuren betreft, kleuren technisch, zie je elke keer weer nieuwe ontwikkelingen die ik graag in me opneem en ook graag toepas. In seveda, kar se tiče barov, torej kombinacija barov, in tudi tokrat sem opazil, da sem spet se izpopolnil v tej tehniki. To slikarsko delo, ki stoji tukaj oziroma visi tukaj za vami, to je vaše delo? Dat moje werk, wat achter u hab, dat is van u. Met zekerheid. Seveda. Zelo živahne barve, polno življenja. Met vol veel mooie kleuren, volop leven. Dat was ook de bedoeling. Tukaj je bilo tudi namenjeno tako. Dat is mijn filosofie. Ik hou van heldere en sterke kleuren. To je tudi moja filozofija. Zelo rad imam žive in vesele barve. To pomeni, da ste želel prikazati življenje. Dat betekent dat u het eigenlijk het leven wilde voorstellen. Ja, waarom niet? In zakaj pa ne? Veselje do življenja. Ja, de vreugde tot leven. Ik leef hier al 79 jaar op deze aarde. Zoveel dat. Elke keer weer een wonder en elke keer weer een vreugde. Živim že 79 let na tem lepem planetu in vedno znova ugotavljam, da to velik čudež. Kaj vam je še posebej všeč v Izoli? Tudi dobra družba, verjetno. Wat vind je bijzonder mooi eigenlijk nog in Izola? Ja. Op gezellige gezelschap. De mensen zijn hier bijzonder plezierig. En ik heb bovendien een hele bijzondere relatie tot de geschiedenis. Ik ben graag in een oude stad met malle straatjes die al honderden jaren geschiedenis achter de rug hebben. En dat doet mij genoeg. Ik voel me al plezierig om in zo'n oude stad rond te lopen. En de indrukken en de ideeën die daar ooit hebben gecirculeerd, dat op te nemen. Zelo rad imam to mesto in seveda ljudi v njem. Poleg tega zelo rad imam zgodovino in moje največje veselje je sprehajati se skozi majhne ulice in občudovati zgodovino, ki je tukaj že najmanj 100 let navzoča. En Izola heeft een hele lange geschiedenis. Ik denk dat hij terug gaat in de Romeinse tijd. In Izola ima zelo, zelo staro zgodovino. Prepričan se glede nazaj do rimskih časov. Vi ste Nizozemec, ki ste poročeni z Slovenko. Kako se počutite med Slovenci tukaj v Sloveniji in pa tukaj v koloniji? U bent Nederlander getrouwd met Slovence. Hoe voelt u zich eigenlijk als Nederlander onder de Slovenen? En hoe ervaart u dit hele gezelschap? Ja, heel plezierig. Zelo prijetno. Ik kan goed met de Slovenen omgaan. Zelo dobro se znam Slovenci razumeti. Ja. To pomeni, da se naslednje leto zopet vidimo na koloniji. Oh, dat betekent, dat we natuurlijk elkaar volgend jaar weer zien. Oh, vast wel. Vast wel. Prav gotovo. Sigurno. Hvala lepa za ta pogovor. Z veseljem. Z veseljem.